It's black and white. Jongen, mensen, welkom bij een gloednieuwe video op dit kanaal Team FNL. En holy shit, jongens, what the fuck hebben wij zojuist weer net gedaan? Sam, Dylan, Storm en het broertje van Storm zaten in het potje en ze kwamen gewoon face tegen in het potje. En ze hebben hem ook gewoon gekillt. Kijk, het is gewoon 4 tegen 1. Nee, 3, want Storm was al dood. Maar zoals je hier al zag, dat was face yellow, jongens. Holy shit, gewoon face yellow. Moeten jullie erbij nadenken, gewoon. We hebben al Dakota's gehad. We hebben Jiraski gepakt gewoon in een custom games. Dylan heeft Ninja gepakt. Echt, het is echt insane eigenlijk om het allemaal terug te kijken. En gewoon wat de mensen die we de hele tijd weer tegenkomen, dat is gewoon echt insane gewoon. Maar we gaan eerst het perspectief van Dylan kijken, want hij gaat hier yellow pushen. Op dit moment weet Dylan dat nog niet. Maar totdat Yellow hier gaat bouwen en helemaal gek gaat doen, jongen. En de high ground pakt. Ja, toen wisten ze wel van, yo, dit is Yellow volgens mij. Dus Dylan ging hier de build fight aan. Gewoon huts, huts. En hij had hier de high ground. Echt super dope al, Dylan. Echt insane is Dylan ook gewoon. En hier vielen ze. Dat kwam omdat Sam en Storm, zijn broertje, beneden, alles naar beneden zaten te hakken. Echt, jongens, het is echt super insane. Kijk, hier hebben we het perspectief van Sam. FNL of Volt. Hier rent hij met Dylan mee zo. Ja, kijk, daar hebben we Dylan. Ik laat jullie alles zien, want straks denken jullie dat het fake is en zo. Nee, het komt allemaal goed, jongens. Ik laat alles gewoon zien hoe het is gegaan in deze game. Kijk, hier hakt Sam alles naar beneden. Samen met het broertje van Storm. Kijk, en daar gaat hij dan. Face ging daar dood. Gewoon Face. FNL, jongens, versus Face. Holy shit. Echt insane. Echt insane. Gewoon, het is zo raar eigenlijk om daarover na te denken. Zo raar. Dit is het broertje van Storm. Kijk, maar hier begon ze alles naar beneden te hakken. Want ze wisten, ja, oh, die Face is veel te goed, man. Dylan, die had wel de high ground, maar kijk, zoals je het geluidje ook kon horen, hij had de kill gekregen. En holy shit, jongens. Gewoon Face yellow, jongens. Face yellow. Kijk, hier laat ik het even zien. Linksboven kun je dat zien, de namen. Het is gewoon echt. Face yellow is niet nep. Wij dachten, ik heb het ook echt 10 keer nagecheckt, jongens, of het wel de echte was. En jongens, het is gewoon geen andere mogelijkheid. Het is Face yellow. Hier kun je de build fight nog eens even een keer goed bekijken. Holy shit, jongens. Wat een fight was dit al. Gewoon met Dylan en Face alleen al. Hij had hier de high ground. En het was gewoon niet te doen voor hem. En trouwens, hij dacht dat hij misschien ook nog kon vliegen. Want het was net weer uit de game gehad dat het glijde. Was trouwens echt heel erg naar. Zoals hier kan zien, met Dylan bijna gesnijd. Nog Face yellow, jongens. Holy shit, jongens. Dit was gewoon Face yellow. Even over na te denken gewoon. Dakota's, Face Yellow, Ninja, van alles en nog wat. Jongens, dit is gewoon insane geworden eigenlijk. Kijk hoe snel hij hier ook bouwt. Het kan misschien laggy zijn, maar dat komt dan door de replay mode. Maar ik wou het toch jullie even laten zien, jongens. Want dit is natuurlijk niet niks. Dat je Face Yellow gewoon, ja, hoe je moet zeggen, gewoon wel gekilled heb, maar op wat voor manier, dan zet ik ook van ja, jongens, maar weet je, alsnog kunnen wij dan zeggen van yo, we hebben Face Yellow gewoon gepakt. Het was een beetje oneerlijk 3 tegen 1. Maar jongens, kom op, Face Yellow, hoe vaak kom je hem tegen? Hoe vaak kom je hem tegen? Gewoon bijna niet. Het is gewoon heel toevallig. En helaas was Face Yellow zelf niet live op Twitch. Daar baalde ik eigenlijk wel heel erg van. Maar zoals je hier kan zien, hebben ze ook nog het potje gewoon echt goed gewonnen. Gewoon echt met 24 kills, dat dacht ik zo uit mijn hoofd. En ze zaten gewoon allemaal op zo'n gun. Het is eigenlijk best wel sneu voor de enemy, want die kan alleen maar steunen niet mee. Kijk, ze staan hier. En dan pakken ze gewoon de victory royale. Een win en Face gekilled in één potje. En ook nog zo'n hoge kill game. Het is gewoon te insane geworden, jongens. Dus vonden jullie deze video nou leuk? Ram dan even op die blauwe duimpje omhoog. Laat een leuke reactie hier beneden, achter. En abonneer natuurlijk ook even. En zet het belletje uiteraard ook even aan, jongens. En dan, jongens, dan spreek ik jullie
in de volgende video / livestream, jongens. Echt, holy shit. Face, jongens. Face yellow. Face versus FNL, jongens. Holy shit. Echt waar, jongens. Te insane voor woorden, jongens. Maar, jongens, ik check jullie weer bij de volgende video. Laters!